ging redelijk. Het ging gelukkig beter dan de vorige wedstrijd weer. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. En je merkt ook wel dat het hele team nu stapjes gaat maken. En dat is alleen maar fijn. Ja, want je vond jezelf in de vorige wedstrijd wat minder tegen Lokeren? Ja, minder. Het ging alweer beter dan tegen Cambuur. Tegen Cambuur vond ik mezelf wat minder. En tegen Lokeren ging het al wel weer een stukje beter. Maar ja, voor mezelf, ik merk nu ook weer dat ik langzamerhand weer in mijn ritme kom en weer wat vastigheden ga krijgen. Want door de lange blessure die je hebt gehad, zit dat er nog steeds niet helemaal in? Ik heb het eind van het jaar, eind van het vorige seizoen, heb ik natuurlijk heel veel wedstrijden gespeeld. Of in ieder geval de play-offs weer en twee wedstrijden daarvoor nog. Alleen ja, dan ga je op vakantie en dan moet je even weer het hoofd leeg halen natuurlijk. En je merkt dan weer die eerste week dat je bezig bent. Ja, dat je toch wel weer wat vastigheden moet krijgen. Je moet weer opnieuw opstarten. En dat gaat langzamerhand weer de goede kant op, gelukkig. En zeker als je dan gelijk tegen profclubs zoals Cambuur en Lokeren speelt, is dat tempo misschien nog even, moet je eraan wennen? Ja, kijk, je begint natuurlijk tegen amateurclubs en dan gaat het allemaal wat makkelijker. Als je dan een keer een verkeerde aanname hebt, dan kan je er nog wel wat onderuit komen. Maar ja, je merkt nu dat het niveau weer langzaam omhoog gaat en dan wordt er toch wel andere dingen gevraagd. Dus in het begin is dat altijd weer even lastig, maar later is dat geen probleem. Toen werd je in de rust gewisseld, waarom was dat? Dat komt omdat ik had begrepen, ik wist het ook niet van tevoren hoor, maar het was al van tevoren bekend dat ik een helft zou spelen. Ik had een uur tegen Lokeren gespeeld, een uur tegen Cambuur. Dus volgens mij denk ik dat ik al genoeg minuten alweer wat gemaakt had, dus ik kreeg wat rust vandaag. Dat noemen ze dan periodiseringen. Juist. Toch was je de aanvoerder vandaag. Word je dat ook aankomend seizoen? Is nog niet helemaal bekend. Het is mij wel gevraagd door de trainer en door de staf of hoe ik daar tegenover stond. En ik sta daar open voor. Dus het is een grote kans dat ik dit seizoen aanvoerder word. Ja. Want zijn er meerdere kandidaten voor gepolst of ben jij de enige die die vraag heeft gehad? Er zijn natuurlijk meerdere spelers in de selectie die daar in aanmerking voor kunnen komen. Ik ben daar één van. Ik denk dat je met Steven natuurlijk vorig jaar een speler hebt die dat kan. Gijs Luijrink, Voskamp is er een keer geweest. Dus je hebt genoeg spelers die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Alleen de laatste weken ben ik het nu geweest. Dus die kans is reëel dat ik het ga worden. Zeggen spelers vaak dat is een eer om die band te dragen? Voel jij dat ook zo? Ja, tuurlijk, absoluut. Het is een hele eer om de band te dragen voor dit team en voor deze club. Alleen, je moet het ook niet zo overdrijven natuurlijk. Dus ik vind het heel mooi en alleen ik hoop gewoon dat ik gewoon lekker mijn eigen spel kan spelen. En dat ik gewoon weer een goed en lang seizoen kan draaien voor Sparta. Met weinig blessures? Juist.